Vanwege de uitermate penibele financiële situatie zal de regering op 26 oktober aanstaande de geplande rentelasten voor de Oppenheimer 1-lening niet kunnen betalen. President Santokki zegt dat Suriname thans vanwege het leengedrag van de vorige regering niet in staat is de rente op de Oppenheimer 1-lening te betalen. En over deze kwestie gaan we praten met analist Martin Schalkwijk. Meneer Schalkwijk, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Meneer Schalkwijk, wat betekent dit bericht eigenlijk? Betekent het slecht nieuws of goed nieuws? Nee, het is slecht nieuws in de zin van dat de regering officieel kenbaar maakt dat zij de volgende aflossing niet kan betalen, omdat er gewoon niet voldoende inkomsten zijn, niet genoeg dollars om die aflossing te doen. Maar dat bevestigt gewoon de zwakke financiële situatie waarin Suriname verkeert. En dat is wel vaker aangehaald, maar dit is gewoon weer een bewijs dat inderdaad de vorige regering Suriname in een heel diep dal heeft gestort. Zodat we niet voldoende inkomsten hebben. Omdat ze heel wat zaken verpand hebben, inkomsten. En heel wat instituten zijn ook verzwakt, waardoor er niet voldoende inkomsten binnenkomen. En dat los je niet in 2-3 maanden op. Dus dit is een officiële bekendmaking van de regering. De schuldeisers weten dus van, de regering is niet in staat. Ze gaan alvast een maand uitstel vragen. Dat kan volgens dat contract. Maar ze hebben ook de firma Lazar ingehuurd. En Lazar staat bekend als een bedrijf dat regeringen helpt om schulden ook te herschikken. Dus dat is ook een teken naar de schuldeisers van luister. Ook over een maand gaan we niet in staat zijn te betalen. Maar we willen wel in de komende maand met jullie praten. Daarom is er ook aangegeven dat er op 30 oktober een meeting zal zijn met dan de schuldeisers, waarbij de regering nader uitleg zal geven over de financieel-economische situatie. En dan moet ook die onderhandelingen met de schuldeisers plaatsvinden, zodat de herschikking inderdaad kan gebeuren. Want anders komen we er gewoon niet uit. Dat is duidelijk. En wat is de rol van Lazar? En wat voor soort bedrijf is dat? Zij zijn financieel adviseurs. Ze hebben net met Argentinië, dacht ik, die hadden achterstallige schulden van bijna $80 miljard. Die hebben ze helpen herschikken. Dus voor zo'n operatie heb je professionals nodig. En die hebben we niet in Suriname. En we moeten niet doen alsof we ze wel hebben. Dichtbij komen de broeders Yetu, maar die zitten in Engeland, dacht ik. En die zijn ook hierbij betrokken. Maar Lazar is gewoon een gespecialiseerd bedrijf die je kan helpen om dat goed te doen. En je moet natuurlijk wel zorgen dat je het goed doet, dat het sluitend is, dat je niet juridisch vervolgd kan worden. Dus daarom is er ook nog een juridisch adviesbureau bij. Die moeten samen zorgen dat Suriname tot een herschikking komt met de schuldeisers. Dat het waterdicht is en dat het ons wat ruimte geeft om herstelprogramma door te voeren in Suriname zelf. En tot slot, meneer Schalkwijk, Suriname heeft een respijtperiode van 30 dagen, maar binnen die 30 dagen kunnen ze die 26 miljoen ook niet bij elkaar krijgen. Maar die 30 dagen worden gebruikt om na te denken over die herschikking. Heb ik het goed? Niet om na te denken, om te onderhandelen over die herschikking. Ja. Zodat, want je moet gewoon hard onderhandelen en dingen op tafel gooien, eerlijk ook. Maar de exercities zijn gepleegd in Suriname. Ik zal
zondag iets meer erover zeggen. En voor de kijkers, voor de luisteraars betekent het zondag dat u als gast komt en wel ingelicht kringen. Ja, en want de situatie is ernstig. En we moeten daar niet te makkelijk over doen. Maar het betekent niet dat het hopeloos is, maar het wordt wel hopeloos als we niet in staat zijn die schulden te herschikken. He, dus dit is een zeg maar signaal van de regering naar de schuldeisers en ook van we gaan onderhandelen. Bereid u daarop voor. En we kunnen niet anders helaas. En een bericht naar de Surinaamse bevolking. En naar de Surinaamse bevolking uiteraard ook. Dus het is een, dat de situatie echt niet zo rooskleurig is als men wellicht denkt. Nee, dus ik denk dat men niet lichtvaardig daarover moet denken. Want ik merk het nu, iedereen wil natuurlijk loonsverhogingen. Iedereen leidt onder de situatie. Maar dat was voorspelbaar, het is ook voorspeld. En het lukt niet om dat in een paar maanden recht te trekken. Dus men moet niet te makkelijk daaroverheen gaan. Want uiteindelijk gaat het om een aantal zaken die je moet doen. En vele daarvan kan je niet binnen 2-3 maanden oplossen. Dank u wel, meneer Schalkwijk. En heel veel mensen begrijpen ook niet hoe groot de schade is die de vorige regering Suriname heeft toegebracht. Maar dat zullen u zondag aanstaande tijdens wel ingelichte kringen uitgebreid uitleggen. We zullen dan wat nader ingaan op zaken. Ja. Dank u wel, meneer Schalkwijk. Oké. Okay.